Henk, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Weer twee goals erbij. Gefeliciteerd, Henk. Meneer Kakman, dank je. Jullie kennen elkaar. Hij komt af en toe aanwaaien. Hey Henk, had je na 20 minuten het idee van dit kon wel eens een hele makkelijke 4-0 overwinning worden voor ons vanavond? Nee. De eerste 20 minuten zaten we er niet lekker in. En we creëren ook te weinig. Veel te weinig druk vooruit. En dan probeer je dat met een aantal kunders goed weg te zetten. En dan doe je dat dan onder leiding van Joey en Rodney. En die pakken dat goed op. En dan zie je ook dat we in de counter gewoon 2-3 uitstekende mogelijkheden krijgen. Ja, want jij maakt dan die 1-0. Dan kan je juichend weglopen. Maar ik had wel het idee dat jij jongens dan gewoon het wilde vertellen van... Kom op, boys, wat gaan we aan het doen? Ja, ik had niet het gevoel dat wij hier makkelijk even over hem heen gingen lopen. Dus ja, dat moet dan wel anders. Nou ja, en dan hoop je dat zo neer te zetten. En dat is denk ik wel gelukt. Ja. Wanneer wist je zeker van deze is in de pocket? Net in de 85e minuut, toen dacht ik wel... kom op, ik doe het normaal. Dit gaat niks meer gebeuren. Nee, toen je Tim met twee keer geel... Dan weet ja, ik daarvoor zat het er ook al wel goed in. En over deze rode kaarten, jongens. Ja, je kan er veel over zeggen, maar ik denk niet dat het... Dat dit nou echt de doodschoppen waren allemaal. Nee. Jij had ook een andere kleur. Als jij een kaart op zak had gehad en je had hem al gegeven, had je... Nou ja, precies. Ik had het niet zo aangepakt. Nee. Maar ja. Hey, het was vandaag een dag waarin geen 15.000 mensen in het stadion zaten, maar 15.000 beren. Ja. Wat doet zo'n actie met jou? Ja, bij mij. Ik vind het een fantastische actie. Ja. En dat zie je ook wel hoe de spelers dit nu ook promoten. Het is gewoon belangrijk dat er aandacht naartoe gaat. En zo kunnen we dat helpen. Ja, precies. Dankjewel. Gefeliciteerd met de overwinning. Jongens, jullie bedankt. Yo.